Hey you! Yeah you? You want to see that new card trick everyone's talking about? I'm going to do a little card trick! Let's do the card trick! Fuck! Met vandaag een nieuwe video. Sorry dat het even heeft geduurd vooraleer er een nieuwe video is gekomen. Als jullie mijn social media in de gaten hebben gehouden, hebben jullie waarschijnlijk al gezien en gelezen en gehoord dat ik ziek ben. Ik heb een keelontsteking en een griep. Dus ja, dat is ja pretty fucked up. Maar ik dacht, ik ga proberen met al de energie die ik heb nog een video te maken voor jullie. Fucking veel pijn in mijn hoofd. Mijn keel doet tering veel pijn. Dus ik maak speciaal voor jullie video terwijl ik ziek ben. Druk al maar op dat duimpje omhoog. Doe dat nu. Doe dat nu. Ik had een geweldig idee om een video op te nemen op Advanced Warfare, maar dat gaat dus niet lukken. Ik kan mijn PlayStation niet aansteken, want zo fucking veel pijn er aan mijn hoofd als ik nu Advanced Warfare zou moeten spelen. Zoals jullie waarschijnlijk al door hebben, ben ik aan het praten door mijn neus, wat door mijn keel te veel pijn doet. Ja, dat is ook een optie. En ik moet gehydrateerd blijven van de dokter, dus ik heb een pot water of zo en ja. Let's go. Ik heb echt geweldige ideeën om video's te maken. En die ging ik normaal vandaag op woensdag maken. Ik had nooit gedacht dat ik zo ziek ging zijn. Ik had nooit gedacht dat ik... Ik heb superveel moeite moeten doen om uit mijn bed te komen. Om te douchen. En dan echt op mijn camera en alles aan te zetten. Holy shit jongens. Ik dacht. Ook heb ik heel goed nieuws aan jullie te melden. Zaterdag. Dus nu zaterdag. 7 maart ga ik live op Twitch. Dus check zeker ook eens in de comments. Daar heb ik een berichtje gezet dat ik live ga op Twitch. Like die comment even als jij komt. Ik zou dat fucking vet vinden als we bij veel mensen zijn op de livestream. Het wordt leuk. Ik ga het weer even explosief maken als de vorige keer. Ik heb er weer zin in. Dus 7 maart om 8 uur denk ik. Ja, verdere details komen natuurlijk nog. Behouden schoon 7 maart. Zaterdag 7 maart. Vrij in je agenda. Want dan ga ik live op Twitch. In die livestream ga ik waarschijnlijk ook mijn trui en dan een keer tonen naar jullie die eruit gaan zien en zo. Dat is gewoon fucking epic worden. Een ander ding dat ik jullie nog had te melden die eigenlijk ook wel redelijk groot de update is. Ik ben bezig met een heel speciaal project. Het is echt fucking episch en ik ben er nu alleen nog mee bezig, maar ik ga wel een paar andere YouTubers contacteren en als zij ervan horen, holy shit. Ik zeg het je, dit project gaat echt fucking explosief worden. Ik ging normaal al veel vroeger doen, maar opeens had ik geen tijd meer en lukte het allemaal niet meer. En nu ineens heb ik gedacht van holy shit. Ik heb het perfecte plan ooit om dit project in goede banen te leiden. Het is een geweldig idee, jullie gaan het sowieso fucking nice vinden. Ik kan je niet voorstellen wat het is, echt niet. Je kan je niet inbeelden wat er gaat gebeuren. Maar het gaat fucking episch worden. Stay zeker tuned op mijn channel voor de meerdere updates over het project. Holy shit, ik voel me echt fucking kut. Speel deze video maar al. Ik denk niet dat er veel YouTubers zijn die een video maken als ze fucking ziek zijn. En ik ben meestal zomaar één keer per jaar ziek. Vorig jaar had ik ook zo één dagje dat ik ziek was. Eigenlijk waren dat 4 dagen. En dan had ik ook een video geüpload op YouTube. Ik ga daar nu een klein stukje van laten zien. Enjoy. Yo YouTubers, hier met vandaag een nieuwe video. Als jullie de titel hebben gelezen, als jullie kunnen lezen en geen BLO's zijn, dan zou ik alvast zeggen, proficiat, je weet dat ik ziek ben, ik heb een fucking keelontsteking. Dus deze video... Normaal ging er vandaag een challenge online komen waar ik per tijd een hap van een banaan ging nemen en een slok koffie ging nemen. Maar wel, ik heb een keelontsteking en de dokter is net geweest en ik heb een ziektebriefje voor school. Vandaag en morgen. Holy shit. Ik was echt fucking lelijk. Ook kan ik jullie zeggen dat ik aanwezig ben op de Dutch YouTube Gathering. Dus kom daar zeker naartoe. Dan zie je mij. Kunnen we samen chillen. Eigenlijk was dit meer een soort van update video dan echt een praatvideo. Want ik heb niet echt... Jullie snappen wel wat ik bedoel. Eigenlijk snappen jullie het niet. Doe toch maar hoor, duimpje omhoog. Ik heb zo'n handschoen. Zo'n honkbal handschoen. En deze komt origineel gewoon uit Amerika. Honkbal was zo altijd de sport die ik wou spelen. Maar in België kan je niet echt honkbal spelen. Ik vind dat echt fucking kut. Ik vind dat zo'n vette sport. En holy shit, je gaat me toch niet zeggen dat deze fucking handschoen er niet gewoon fucking episch uitziet. Ik vind hem gewoon fucking nice. Dan kan je zo met een baseball bat op de bal slaan. En dan de tankballetje vangen en alles.
cool. Ja, ik heb een baseball bat ook gewoon verdediging. Stel er breekt iemand in, dan sla ik zijn schedel in. Dus probeer hier nooit binnen te breken, want dan breek ik gewoon je fucking schedel. Ook had ik jullie zeggen dat ik de Egyptische hotkaarten heb van Yu-Gi-Oh! Holy shit. En ik ben ook bezig met de vakantie-edit. En ja, doordat ik ziek ben, wordt dat nu wel wat uitgesteld. Maar ik kan jullie zeggen, die vakantie-edit van snowboarden wordt echt fucking sick. Ik heb ook een paar vlogs gemaakt en die ga ik ooit ook wel editen. Dus ja, jongens, ik denk dat het tijd is om de video af te sluiten. Om de hoofdpijn en zeggen die bitte doen, dat ik ga gewoon terug in mijn bed kruipen. Dus jongens, vonden jullie de video een beetje leuk? Zeker een duimpje omhoog. Ik weet, deze video was een beetje minder omdat ik ziek ben en ik ben niet zo actief en ik kan niet zo actief doen. Dus jongens, zeker een duimpje omhoog. Ik ben ziek, ik heb geprobeerd om een video te maken voor jullie. Like gewoon. Ik ben Acid en ik zeg jongens, ik zie jullie de volgende keer. Ik shout-out naar de Fat Red, dat ik zijn muziek mag gebruiken. Vind jij deze muziek ook fucking episch? Kijk dan zeker de linkjes van de Fat Red in de beschrijving. Dikke shout-out naar hem. Hij is gewoon een gestoorde Duitse DJ. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben Acid en ik zeg adios, bitches.